In deze video deel ik hoe een ochtend bij mij eruit kan zien. Vandaag is voor mij een thuiswerkdag en ondanks dat ik niet per se om een bepaalde tijd de deur uit hoef, vind ik het wel fijn om uitgebreid de tijd te nemen in de ochtend. En ik ben zelf echt al een ochtendmens, dus ik heb geen problemen om lekker vroeg op te staan. Ik word dan ook vaak uit mezelf rond 7:00 wakker. Ik spring dan onder de douche en maak mezelf klaar voor de dag. Het verschilt echt per dag of ik de behoefte voel om mijn make-up te doen. Op sommige dagen heb ik er zin in en op sommige dagen iets minder. En dan ga ik gewoon lekker make-uploos door het leven en dat is ook helemaal prima. Na mijn haar en make-up te hebben gedaan, wordt het tijd om een outfit uit te kiezen voor de dag. En wanneer ik thuis werk, gaat mijn voorkeur uit naar een comfortabele outfit. Dus vandaar dat ik hier een soort van matching set aan heb. En vervolgens wordt het tijd om Milo wakker te maken. Even kort knuffelen en dan ga ik met hem naar buiten voor zijn ochtendwandeling. En tijdens het wandelen vind ik het fijn om naar een podcast te luisteren. En eenmaal thuis wordt het tijd om te gaan ontbijten. En vandaag staan er croissantjes met bacon en ei op het menu. En ik ontbijt altijd samen met mijn vriend, want dat vind ik wel zo gezellig. Natuurlijk kan een kopje thee ook niet ontbreken. En na het ontbijt maak ik een cappuccino voor mezelf klaar. En dan wordt het tijd om te beginnen aan de werkdag. En terwijl ik voor een aantal uurtjes aan het werk ben, is mijn vriend ondertussen matcha koekjes aan het maken. Dit zijn mijn favoriete koekjes, dus hier geniet ik tussendoor ook even van. Naast dat kwam er ook een pakketje binnen voor Milo. Hij heeft namelijk een samenwerking met Edgard en Cooper. Hij is dogfluencer. Ik vind het zo grappig om te zeggen. Maar ik kreeg niet eens de ruimte om het pakketje open te maken. Hij was zo nieuwsgierig en hij wist donders goed dat het voor hem was. Dus ik ging het hier even met hem samen unboxen. En natuurlijk mocht hij ook even een snackie. En toen mijn werkdag, of nou ja, werkochtendje voorbij was, ging ik me omkleden, lunchen en ging ik de deur uit, want ik had afgesproken met een vriendinnetje. We bezochten een tentoonstelling en gingen vervolgens samen uit eten. En ik merk dat ik dagen zoals dit enorm fijn vind, want ik kan werk met leuke dingen combineren en ik merk dat ik daar ook echt heel veel voldoening uit haal, omdat ik zoveel uit mijn dag kan halen.